Koop nu mijn game van GameMaker voor maar 60 euro. En dan is dat spelletje van jou. Just kidding. Yo guys, Clony Games. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van een hele speciale dag. In plaats van random games ga ik jullie iets heel cools laten zien. En dat is mijn eigen game. Ik heb me helemaal zelf gemaakt. Geen hulp of zo in een club, studio, geen idee. Ik heb gewoon zelf gedaan. Ik dacht een keertje... Oh man, GameMaker, dat is cool. Hij maakt toch ook Pac-Man na? Laat ik het zelf ook doen. Dus ik ging duizenden filmpjes kijken. En toen kwam ik bij het resultaat van dit. Nou kijkers, ja. Heel erg lelijk. Welcome to Space Wars. Super wazig. Press enter. Wat gebeurt er dan? Echt zo weird. Maar dit schip flipt ook helemaal. Maar ik vind hem best wel grappig gemaakt. Ik heb hier ook een online arena, maar die is nog niet af. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. En wil je weten trouwens ook nog hoe je die meteorieten en aliens kan krijgen? Dat zijn gewoon allemaal spanners. Super simpel. Dat was even een omschrijving van de menu screen. Dus let's press enter to begin. Dus, oh, klikte niet goed. Ik klikte niet de pijltjes. Maar met de pijltjes kan je bewegen. En je ziet er zijn vuuranimaties. En met spatie kan je schieten. En dan moet je zo lang mogelijk proberen te surviven. Nou, niet zo lang mogelijk. Er zit een timer. Links boven zie is het helemaal geglitcht zoals je ziet. Maar dan moet ik nog die timer moet ik laten disappearen. En het money moet ik ergens anders laten staan. Maar onder in het beeld zie je ergens score staan. En trouwens ook linksboven, die shipjes die je daar ziet. Shipjes? Ik bedoel geen shipjes. Maar ships, dat zijn je levens. Dus, en nu heb ik 4 levens. En trouwens, net dat ik een power-up heb opgepakt. En dat is dat je een extra gun krijgt. Die is heel handig voor level 2. Maar ik zie hier een foutje. Want kijk, dat wist ik eigenlijk al. Als je nu met de pijltjes beweegt, dan... gaat het kanon er niet meer aan. Want daar heb ik nog niks voor gemaakt. Dit heb ik wel gemaakt. Maar als je 1 keer pijltje drukt. Dan blijft hij op deze. Zeg maar. Strip. Of geen dim hoe dat heet. Maar op dat plaatje. Dan moest ik ook nog fixen. Dat had ik even snel gedaan voor deze opname. Maar die hebben we keihard gerekt. Die alien. Oh, health package. Health package. Chips, daar komt die alien. Ik moet hem gauw pakken voordat hij disappeert. Oké, ik heb hem. Nu heb ik 5 levens. Oh nee, 6. Oh nee, 5. Hoe? Zo, eventjes. Die aliens rekken. Zo, ja. Oeh, die raakt ons bijna. Eigenlijk kan ik je even beter laten zien wat gebeurt als een alien je raakt. Dus we moeten even wat meer alien... Kijk, die. Dan ga je terug naar de starting position en gaat er een live linksbovenaf. Als al je lives op zijn, dan komt er iets cools in beeld en dat is... You have been destroyed. Dat vond ik wel geinig, dacht ik. Maar wanneer gaan we naar het volgende level? Oh, kijk, dit gebeurt er. Hij gaat klein scherm, geen idee waarom. Maar welcome to the shop, heel slecht geschreven. Maar ik had money natuurlijk verdiend. Maar nu staat hier 0 money. Dus dat moest ik ook nog fixen. Ik vertel nu eigenlijk een beetje de fixpuntjes, maar dat boeit niet. Dus hier kon je eigenlijk een health package kopen en bij upgrades. Dat is zeg maar, dat kan je echt bijna niet lezen. Dat moet ik nog ook een keer fixen. Maar dat is een upgrade. Dat is mijn eerste upgrade. Daar ben ik nog mee bezig, zeg maar. Work in progress. Maar dat is zeg maar dat je sneller kan bewegen. Maar ik vind het eigenlijk al snel genoeg en ik druk dan next. Oké, we moeten gauw beginnen. In dit level zijn meteorieten en strepen. Geen idee waarom strepen. Heb ik even zelf verzonnen. Waarom gaan we zo sloom? Waarom gaan we zo sloom naar achter? Holy moly, we gaan opeens zo sloom naar achter. Dat had ik niet door, dat was net niet. Dat is echt weird. Nu kunnen we bijna niet naar achter. Dat is heel erg weird. De stayback. Dat had ik serieus net niet. Dat was echt weird. Dat was echt super weird. Maar trouwens, als je mensen killt, zeg maar, aliens. Dan komen er zie je ook bloedspettertjes. Dat vond ik best wel cool. Dat heb ik zelf... Oké, we gaan even door. Met die meteorieten heb ik ook zo'n splat ding gemaakt. Maar ik was vergeten dat meteorieten je ook killen. Misschien moet ik een beetje wat logischer nadenken. Dus nu zijn al mijn lives op. En dan staat er, you have been destroyed. Dan ga je weer terug naar de menu screen. Dus dat was het een beetje. Ik moet nog heel veel doen. Maar nu laat ik je een beetje zien. Ik ga niet een heel nieuw spel maken of zo. Maar
Hier heb je alle sprites, dat zijn zeg maar tekeningen. En daar kan je ook animaties bij doen. Bijvoorbeeld Splat Monster heb ik gewoon genoemd. Edit Image. Hier zijn heel veel animaties, zoals je ziet. Dat is gewoon dat hij zo begint als ik hem raak. Dan verdwijnt dat alientje en dan verandert in dit. En dan gaat het zo door. En dan zo. En dan gaat hij op een gegeven moment uit elkaar. Dan split hij hier. Dat heb ik zelf zo getekend en dan is hij zo. En dan gaat hij op een gegeven moment weg. Dus zo had ik het zelf. En dan heb je hier nog heel veel meer. Of heel veel andere sprites. Maar hier heb je background. Oh, zo. Hier heb je backgrounds. Dat is zeg maar dat. Dit is het eerste level. De shop. Jij ziet er nu niet zoveel van. En dit is de derde level. Wat heel erg poepie eruit ziet. En hier zijn objectives. Dat is zeg maar eigenlijk. Dan heb je bijvoorbeeld een laser. Dan kies je een sprite laser. Waardoor dat plaatje krijgt. Maar aan de objective kan je. Aan de objectives. Kan je events geven. Bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik eigenlijk een beter voorbeeld. Nodig. Ja. Deze. Deze. Dan kan je hier events adden. Bijvoorbeeld create. Set to life. Dus zeg maar als je. Hij maakt dat schip. Zeg maar. Die heb ik in de room geplaatst. En dan maakt hij het schip zo van, als je het spel start, dan spant er daar een schip. En dan krijg je automatisch 3 levens. En dan bij een alien, dat is een collision. Dan doe je add event. En dan collision. Dat is zeg maar, collision is als je hem aanraakt. Dus als dat schip de alien aanraakt, dan jumpt hij naar de start position. En dan gaat er min 1 life relative, denk daaraan. En dan gaat de score... een min 10 als je dood gaat. Of ja, dood, een life lost. Zeg maar. Save the game. Geen idee waarom dat. I don't know why. Dus destroy the block, zeg maar. Dus als je zeg maar, als ik hem zeg maar clash met hem, zeg maar, als ik hem aanraak, dan destroyt hij dat blok. En dan moet je hier zo instellen, als je zelf doet, dan destroy je jezelf, maar met other destroy it, waar je zeg maar tegenaan gaat. Dat is alleen bij de transform, niet als je zo'n collision neerzet, dat alles collision is, en dat dit is, dat is niet zo. En change into, zeg maar, dit is change... soort van, ja, hier heb je 2 soorten van, maar dan verandert hij de sprite, in, of het object verandert hij. Maar je hebt er ook eentje, change sprite, maar dat is als je weer animaties nodig hebt. Of als je ze weer terug wil hebben. Oh, we gingen een beetje iets te ver. Oké, en dan, waar waren we? Oh ja, hier. Zo, en set lives relative to one, dus dan gaat hij eentje omhoog. En dan hebben we hier meteors. Dan gaat een live omlaag. Jump je naar de start position. Set lives eentje omhoog met de health package. Daar wil ik eigenlijk 2 van maken. Misschien krijg je nou wel erg veel health, maar dat boeit even niet. Dus je no. Wow, dit kan ik me niet meer herinneren. Oké. Okay. Als je no keys indrukt, start. Waarom staat dit er? Geen keys. Moving direction. Oh, in het midden. Hier snap ik echt niks meer van. We gaan even door naar de volgende. Ik zat even zo stil te lezen. Maar hier heb je left. Dan doe je zeg maar add event keyboard. En dan left. Dat zijn de arrows. Left, up en down. Maar je kan ook key press en key release. Kan je ook doen of iets met de mouse. Of destroyen. Geen idee wat je allemaal voor gekkigheid wil. Maar met left dan doe je zo'n moving direction ding. Dat is deze. En dan doe je dit pijltje en dan doe je de speed. En change sprite into links ship. Geen idee waarom ik ze zo noem. Het is echt heel erg falend. En dan komt er dus vuur bij. Zeg maar dat dan vuur hier en dan blaast hij zo. Zo. En dat heb je datzelfde bij up. Maar dan doet hij een andere sprite en gaat hij naar boven. En dat heb je hier. Dan bla bla bla. En outside room. Als je dan bijvoorbeeld naar links gaat. Bijvoorbeeld van het beeld komt hij daar terug. Of van boven naar beneden. Maar dat werkt niet. En hier press space. Create instant of object. Object laser. Die op je... staat voor object laser. Dus er staat er 2 keer object. Maar dat boeit niet. Maar dat was een beetje een korte explain. Dus
Ja, kijkers, mochten jullie deze video leuk vinden, laat dan nog even een like achter. En wil je meer van dit soort video's zien, abonneer dan even op Clannagames. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!